Dit programma wordt u aangeboden door Mediamarkt Groningen. Eerstraat helemaal vandaag met Wim Bultum. Ik noem hem vastgoedondernemer, vastgoedmagnaat mag ook. En als hobby heeft hij PDKNS, daar is hij voorzitter van, voetbalclub PDKNS. En zoals ik dat dan moet zeggen, Wim, jij bent een man met ambities. Dus PDKNS moet ook omhoog in de vaart der volkeren. Kijk. Toch? Dat zou het mooiste wezen. Ja. Het moet realistisch wezen. Maar het omhoog is leuker dan omlaag. Hoe belangrijk is Wim Bultum voor de stad Groningen? Ik denk behoorlijk belangrijk. Ja? Hoezo dan? Nou, omdat er wederzijdse liefde er wel is. Ietsje sneller hè, met die bakfiets, ja. Ja, zo ja. Als je ergens mee aan het werk bent en je vindt het leuk en je ziet dat het ook goed kan gaan, ja. Dan mag je graag daarmee bezig zijn. Ja, jij hebt veel. Sommige mensen zeggen wel, de halve stad is van Wim Bultum. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar als je bekijkt wat je allemaal hebt gedaan en met niks begon, zeg jij er dan altijd bij, hè? Ja. Ja. Hoe kan het, hè? Dus iedereen kan het. Ja. Dus de meeste mensen die zijn gewoon een beetje te lui. Dat is het probleem. Het enige wat jij nooit hebt gedaan in je leven is weer meer stilzitten. Nee. Of wel? Ik ben geen stilzitter. Nee, hè? Dat doe ik nog steeds niet. En nog steeds niet? Nee. Nee, hè? Ik kan slecht op de bank zitten. Dat is niet aan mij besteed. Hé, hey, nou doe je natuurlijk heel veel in de stad. Je hebt heel veel panden. Heb je trouwens ook panden in Herenstraat? Jazeker. Ja? Ja? Komen we daar nog voorbij of zo? We komen er voorbij. Oh ja? Ja. En zijn ze leeg of zijn ze allemaal... Hallo, een goede ondernemer heeft ze vol zitten. Ja, hè? Zeker. Dus al jouw panden zijn verhuurd? Ja. Ja. En ook in de Herenstraat? En ook in de Herenstraat. Ja, gaat beter met de Herenstraat trouwens. Dat merk ik als ik er doorheen loop. Alleen links en rechts zie ik hier en daar nog wat dingen waarvan ik denk van... Hé, dat mag wel eens een keer, dat mag wel eens een keer anders. Hoe is jouw relatie met de gemeente? Ja. Ja, met welke wethouder heb jij overzaakt hem uit? Van de Schaaf, denk ik. Van de Schaaf. Roeland. Heb jij mijn zakdoek voor mij? Mooi, hè? Ja. Roeland van de Schaaf. Nee, maar is dat niet optimaal? Nee. Oh. Oh, wacht even. Wim zijn... even staan blijven. Wim zijn microfoon. Zit er weer niet goed op. Ja. Dat doe ik zelf wel even. Draai maar door. Komt hij zo weer door, Jacob? Jacob Films. Henk is even uit de roulatie, heeft even vrij. Dus Jacob Films. En we hebben ook nieuwe duwen. Dat is ongelooflijk, maar waar. Hey Wim, wat vroeg ik? Oh ja, Roeland van de Schaaf, toen zei je tegen mij van heb je ook een zakdoek bij je? Ja. Wat dan? Is zo erg? Nee, die man is zo goed voor mij. Die zorgt dat er schaarste is. Die zorgt dat de prijzen omhoog vliegen. Ja. Er is geen één man die een betere impact op mijn bedrijf heeft gehad dan Roeland van de Schaaf. Echt waar? Ik ben die man zo dankbaar. Toppertje. Zo. Een linkse rakker die mij rijk maakt. Het mooie kan er niet. Hey, er is ook, ik proef het cynisme, hè? Ik proef het cynisme. Nee. Nee? Ik zeg altijd maar, de stad moet je met elkaar doen. Maar de gemeente begrijpt jou niet. Kijk, als de gemeente hun eigen onroerend goed al niet eens kunnen onderhouden. Ja. Als ik zie wat ze op dit moment allemaal aanvragen aan achterstallig onderhoud, wat allemaal niet klaar is. Hoe moet zulke mensen dan praten over iemand anders onroerend goed? Als ze hun eigen onroerend goed niet eens kunnen bijhouden. Wordt een beetje triest, hè? Noemen ze een voorbeeld, Martini Plaza. Martini Plaza. Eigenlijk alles onroerend goed. Ik heb net een gesprekje met een van de raadsleden. Het moet verschrikkelijk wezen. De laatste 3 jaar schijnen er miljoenen achterstand en onderhoud te wezen. Maar onderhoud, dat moet je bijhouden. Op het moment dat je achterstand en onderhoud hebt, dan heb je gefaald. Nou, de gemeente die doet faling of faling. Dat is jammer. Martini Plaza zit trouwens wel weer in de lift, hè? Gelukkig wel, ja. Daar zijn we er allemaal trots op. Ja, nee, precies. Wij zijn als Groningen zijn we trots op Martini Plaza. En daar moeten we met elkaar van hebben. Want iedereen die hier in Groningen geboren en getogen is, is trots op de stad. Ja.
En jij ook weer. En wij ook. Dan ben jij natuurlijk geboren in Oostwolde. Ja, dat, maar dat is jouw plek, hè? Nee, maar ik ben wel in Huizen-Tavernier geboren. Ja, ja, dus je bent in je paspoort staat geboren Groen. Gewoon in Groningen, ja. Maar direct al een moeilijk geval bij de geboorte. Oh ja? Ja, tuurlijk, anders hoef je daar niet heen, ja. Ja, geweldig. Hé, hey, maar als jij het nu zo bekijkt, ik bedoel, jij doet natuurlijk werk waar je hebt vrienden en je hebt vijanden. Er is ook vaak kritiek op jou, hè? Ja, jongen, ik weet waarom het mensen zeggen. Kijk, Van der Schaaf die zegt dingen, dat is gewoon om 3-4 stemmen te winnen. En dan zegt hij wat minder leuke dingen. Maar als ik in de wandelgangen met hem loop, kan ik er niet kwaad op worden. Hoe is jouw relatie met jouw huurders? Goed. Veel studenten ook? Ja. Ja, en hoe is dat? Alleen maar goed. Ja. Ik zeg, als jij met een relatie met je studenten slecht hebt, dan is er iets verschrikkelijk verkeerd gegaan. Ja. Dus, en wij sponsoren ook heel veel dingen van de studenten. Dus ja, je moet wel zorgen, waar je van eet, gooi je ook dingen terug te doen. Ja, maar af en toe heb je ook kritiek. Maar dat is, val jij nou onder de categorie, want ik heb je net een vastgoedmaal genoemd, maar val jij ook onder de categorie huisjesmelkers? Nee. Of vind je dat een vreselijk woord? Ja, dat heeft de SP bedacht, huisjesmelken. Huisjesmelken, ja. Maar SP, vroeger dacht je altijd dat is een progressieve partij, die loopt mee met de tijd. Maar huisjesmelken is gewoon van 20 jaar geleden. Die halen oude koeien uit de sloot van 20 jaar geleden. Toen was ik nog geen belegger. Nee. Jij bent ooit begonnen als boer, hè? Precies. Je bent boer geweest, wat heb je nu weer gehad? Viswinkels heb je gehad. Viswinkels. En opeens ben je begonnen met een pandje of zo. Gaat zoiets staan? Ja. Je koopt een pandje. En je hoopt dat het jouw ding is. En ja. Achteraf was het mijn ding. Ik vond het prachtig. Ja. Hey, die Wim met welk gevoel voor schoen, Jacob, hè? Hey. Schoen van Jan Palmen, hè? Ja, maar wel de hele dag gewoon in de bouw aan het werk geweest. Ja, met die schoen van Jan, hè? Jazeker. Dat is ongelooflijk. Ik denk, ik moest rondom met jou op een buis, dan moet ik toch wel eens schoenen hebben. Een beetje blijken. Ja, nee, precies. Jij hebt altijd wel eer hoog te houden. Ja, nee, dat moet ook. Nee, ik ben blij dat je het recht gedaan hebt, Wim. Ja. Maar even heel snel even naar die voetballerij. Dat is een hobby van jou, hè? Ja, ik ben in de voetsporen van mijn vader gestapt. Mijn vader is 25 jaar voorzitter geweest. Van Pelikaan S. Van Pelikaan S. Hey, Pelikaan S. Dat is, je weet waar die naam vandaan komt, hè? Van Joost Smit, hè? Van Joost Smit. Joost Smit. Jazeker. Alle paarden die Joost was een rijke man uit Zuid-Horn. Ja. En die had paarden. Waaronder de beroemde Quicksilver S. Ja. En die S erachter, dat wilde zeggen dat Jo Smit de fokker was. Ja. Dus jij hebt die voetbalclub eigenlijk genoemd naar een paard. Die hebben uit respect, heeft het dorp, de voetbalvereniging, vernoemd naar hun paard. Ja, want Oostwolde was gemeente Zuideren. Nee, dat stond een strokentonfabriek, gemeente Leek. Toch wel, hè? Ja. Maar Jo Smit zat er dichtbij. Zat er dichtbij. Ja. En nou is wel mooi, nou moeten we het ook tegen Zuid-Horn voetballen. Ja. En nou bedelen ze maar iedere keer dat ze op een andere dag mogen voetballen, anders hebben ze te weinig spelers. Oh ja? Ja, Zuid-Horn, die denk je toch een grote plek. Maar toch weinig spelers in de Krokus. Nou wil jij die Pelikaan S, wil jij omhoog, hè? Die moet omhoog. Die moet eigenlijk naar de, hoe hoog kunnen ze? Eerste klas? Hoofdklasse? Wat is het hoogste? Het hoogste is volgens mij de tweede divisie, hè? Ja, maar ja, waar zitten jullie nu? Wij zitten nu tweede klas. Ja, en? Nou, we hebben het niet goed gedaan de afgelopen week. Nee, dus? Dus van de week een gesprek met Koert, hè? Dit komt niet goed zo. Koert, als je de trainer? Ja. Is Koert de hoofdtrainer? Jazeker. Ja, ga je met hem om de tafel? Ja, dit moet beter, hè? En Wim, wordt er nou bij jullie zwaar betaald? De jongens die bij ons aan het werk zijn, die worden betaald. Ja, hè? Ja. Dus jongens die bij jullie werken? Ja, er zijn jongens die bij mij werken. Freddy de Groot? Ja, die werkt bij mij. Werkt bij jou, ja. En Freddy doet zijn werk naar behoren. Ja. Freddy die is een mensenmens. Ja. Die kan er heel veel huurders die ook wel eens moeilijk zijn. En ook goede voetballer. En het is een mensenmens, een gezellige man. Ja, leuke man. Ja. Leuke man. Dus die jongens werken voor jou. Ja. Dus die komen bij jou voetballen en zeggen van je krijgt er ook baan bij. Ja. Geweldig. Ik denk dat de basis is waar je jongen mee helpen kunt. Nee, maar als je ziet wat er nou bij Bekwik gebeurt. Ja, maar die moeten zich aan de regels houden. Ja, die moeten zich aan de regels houden. Ja, maar dat willen ze niet. Bekwik is altijd een club geweest waar niet betaald wordt. Ja. Vind ik wel mooi. Ja. Bekwik is geïnteresseerd. Dat is toch de toekomst van het voetbal. Die is geïnteresseerd in die jeugdafdeling. Ja, maar ze hebben een hele mooie jeugdafdeling. En dat doen ze ook hartstikke goed. Waar was jij zaterdagavond? Ik was bij de FC. Oh! Ging steeds hoger. Ach, Excelsior. Jongen, wat is het moeilijk. Ja, moeilijk, ja. Goh. Excelsior thuis is ook altijd een lastige tegenstander. Ja, vreselijk. En toen kwam die Hadouir kwam er ook nog in. Oh. En die maakte weer een goal. Die maakt altijd goals tegen de FC. Ja.
Misselijk mannetje. Hoeveel, als, je nou, als mensen nou aan jou vragen, ben je rijk? Nou, door Van der Schaaf is het de goede kant op geschoten. Ik ben hem die man nog steeds dankbaar. Roland van der Schaaf. Roland van is deze van jou? Ja, ja. Oh, dit is ook een bandje van jou. Waar komt hierin dan? Repair. Telefoonwinkel. Telefoonwinkel. Ja. Dat is duur, hè? Zegt u? Zo'n pandje, hè? Ja, ja, ja. Pandje in de Heerstraat zijn duur, hè, Wim? Kostenpatiënten. En huur ook, hè? Ja. Goh, ongelooflijk. Het gaat een gelijke trend op, hè? Maar kijk, de Heerstraat is een heel lang leeg gebleven. Ja. Als jij een vergunning wil aanvragen voor een bui, dat duurt tegenwoordig in Groningen 7, 8 maart. Dat moet toch niet kunnen? Hey. En dan moet je nog 6 weken wachten omdat het een monument is. Ja. Maar dat kan zo'n straat niet hebben. Merk jij nou ook in jouw dagelijkse straat, omdat het jou goed gaat, merk jij ook die tegenwerking niet alleen van de gemeente, maar ook van andere mensen? Jaloezie, kift, et cetera. Heb jij daar dagelijks mee te maken? Glijdt mooi langs mij. Ja? Interesseert je niks? Nee, helemaal niks. Maar jij noemt nou toch alweer, jij noemt dus die Roland van der Schaaf eigenlijk een man die jou geld kost. Nee, die levert geld op. Oh, die levert geld op? Die creëert schaarste. Hij jaagt alle mensen met een klein inkomentje de stad uit. Ja. Want hij wil alleen maar 50 vierkante meter hebben. Nou, dan kom je al in huren van 900, 1000, 1400, 1500. Ja. Nou, ik denk dat stemmers van de PvdA zijn. Bezien. Allemaal rijke mensen, salonsocialisten. Ja. Dat trekt hier naar het centrum. Dat trekt hier naar het centrum. Hij doet het hartstikke goed voor zijn partij. Als je nou iets tegen Van der Schaaf zou willen zeggen in de camera, wat zou dat dan zijn? Roland wil even op Wim Bulten gaat wat zeggen. Wat Roland, kom maar even een middagje bij me. Dan zal ik je even leren wat je vroeger niet hebt geleerd bij de woningbouwvereniging. Dat sociale woningbouw voor iedereen is. Sociale woningbouw is voor iedereen? Ja. En wat zegt Van der Schaaf? Van der Schaaf, de centrum van Groningen is alleen voor de rijken. Centrum. Groot. Ik woon ook in het centrum trouwens. Ja, maar jij bent ook rijk, Piet. geweldig. Wim Bultje, jongens, dankjewel Wim. Jij moet nog wel even kiezen in de camera natuurlijk. Ja. En dan kies jij uit geld of toch het leven? Toch het leven. En daar hoort geld bij? Liefst niet wel zoveel dat je de rekeningen kunt betalen. Dan ben je in mijn ogen rijk. Dus geld of het leven? Het leven. Het leven. Maar wel dat je de rekening kunt betalen. Maar dat maakt een stuk gelukkiger. Dan verrijkt het leven. Dat dacht ik wel. Oké, Wim, jij die kant op? Ja. Ja, Roland van der Schaaf, vaste kijker hier in straat helemaal, Jacob. Dus wat dat betreft is deze aflevering niet helemaal voor niks geweest.